Yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie episode 12 van onze Blue Out of 5. Ja, bleef, zal ik maar even zeggen. En uh, ja, voor iedereen die het was vergeten in deze playthrough gaan we proberen om eerst. Alle levels te verslaan op easy mode, dan normal mode en dan als laatste hard mode. En um, ja, de reden dat we toch is voor easy gaan is puur om even weer terug te komen in de groove van Bloodstone Defense 5. Even de strategie een beetje op te frissen en uh, ja, gewoon de towers wat te levelen om klaar te zijn voor de normal modes en hard modes. Dus uh, ja, maar goed eens even kijken. Uh, dit is een nieuwe mode, by the way, Play Co-op. Dan kun je in principe mensen die op twee computers zitten, dus bijvoorbeeld kun je een Skype chat aanmaken en dan gaan we dus tegen Bloodstone Defense 5 doen. Lijkt me echt hartstikke leuk om dat een keer te doen. Ik heb wel een paar mensen. Die dat graag met mij willen doen. Dus ik moet even kijken of ik daar wat tijd voor kan vinden. Maar goed, hey, deze in de is er weer. Oké, okay, leuk. Dus even kijken hoeveel centen kregen we dit keer? Oh, 10 euro, maar. Oh, dat is slecht, hè. Dus um, ja, eens even kijken. Ik heb aardig wat levels afgeslagen. Ik zal jullie ze even laten zien. Ik heb uh, hier al ja, alles van op normaal verslagen Deze zelfs al op hard mode. Um, hier heb ik al, ja, redelijk wat levels uh, van uitgespeeld op Normal Mode. Of, nou, eigenlijk alleen deze. Deze moet ik allemaal nog verslaan op Normal Mode en Hard Mode, want dat zijn allemaal Intermediate Levels. En, uh, ja, hier heb ik gewoon nog niks van gedaan. En, even kijken, uh, laatst hebben we deze gedaan, Slalom. En, nee, oh, ik haat dit level zo erg. Oh, dit level is gewoon onmogelijk om om hard te spelen. Op Easy denk ik wel dat het gaat lukken. Maar hard mode, oh. En ja, dit is een heel interessant level, want de blondjes komen hier zo uit. Dan gaan ze die hele spiraal rond, up, 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 up. En dan gaan ze hieruit, 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 of hieruit. Dus dat is best wel grappig, je moet dus bij alle uitgangen touwens neerzetten. En uh, ja, maar we hebben wel, we hebben 650 euro te besteden, is dus niet heel veel. Maar ik ga om te beginnen, denk ik, drie dart plaatsen. Even kijken, zo. En hier. En hier één. Zo, en uh, je wilt gewoon de towers met range gaan plaatsen. Je wilt niet towers gaan plaatsen. Zoals bijvoorbeeld de tech shooter. Wat wel de kring heeft, amper range. Dus um, ja, Spike Factory is ook erg duur. Maar de strategie is wel goed. Alleen dit is waarschijnlijk het enige level wat je niet kunt verslaan met twee. Um... Uh, spark factories. Want in principe kun je alle levels op easy mode verslaan met twee spike factories. Maar deze dus niet. En dat vind ik best wel jammer. Want wel, je hebt vier van die dingen. Dus dan moet je vier uh, spark factories plaatsen. Dan kun je wel verslaan. En wel, het is easy. Maar op normal en hard mode is het gewoon praktisch onmogelijk. Maar ja, glue gunners heb je ook niet zo heel veel aan. Uh, wat ik ga doen is, ik plaats hier nog even een extra dart monkey. En ja, ik heb ze nou, alle vier even geüpgraded naar range. Zodat ze wel, ze dus, kunnen dus blondjes meteen raken als ze uit de spawn komen. En ja, ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar ik ben echt gewoon verkouden. Ik weet niet wat het is. Ik ben gewoon altijd verkouden. Misschien komt het omdat mijn kamer gewoon enorm stoffig is. Ik weet het niet. Maar. Het is niet bijvoorbeeld dat ik een stoffige neus heb of zo. Maar ik heb gewoon echt last van, van snot en zere keel en zo. En een heel lage stem. Dus. Um... Ja, maar goed even kijken goed. We willen nou de hardmonken zo snel mogelijk naar rechts gaan upgraden. Gewoon puur met feit. Wel, dan zitten de beste upgrades. Dus uh, even kijken, dan koop ik die er nog bij. En dan koop ik die nog. En wel, dan ga je gewoon weer bij deze beginnen. En ja, dit is de upgrade waar je naar zoekt. Triple darts, die is zo goed. Dus um, ja, want wel is hier drie pijltjes in plaats van één. Dus ja. Even kijken, kunnen we deze al? Ja. Maar ja, jongens, wat zou ik vandaag eens met jullie over gaan hebben? Wel, ik ben dus een tijdje weg geweest. Dat spijt me echt enorm. Maar um, het liep gewoon allemaal niet zo lekker met Shadow Games. Want de boekhouding was helemaal verminkt en zo. Ik heb het al uh, besproken in uh, wat vlogs van mij. Die jullie uh, waarschijnlijk ook wel zien. Maar um, ja, voor het geval dat jullie de vlogs niet hebben gekeken, dan vertel ik het nou nog even een keer. Want, dit soort informatie hou ik er altijd uh, van om in verschillende games te zeggen. Dus, bijvoorbeeld, één keer in Bloodstone Defense 5, één keer in Vlogs, één keer in gewoon als je speelt Minecraft of zo. Weet je wel, gewoon een beetje globaal, zodat iedereen het meekrijgt. Zodat ik geen vragen krijg van. Oh, wat mis Dus, um... Ja, maar gewoon de boekhouding was gewoon kut. En uh, wel, ik moest er ook naar 101 dingen toe. Ik had het echt druk. Ik heb het ook echt nog steeds druk. Dus uh, ik ga nou ook twee video's uh, uploaden in plaats van drie. Ik ga natuurlijk wel proberen om drie video's per dag online te krijgen. Maar ik denk niet dat het mij altijd zal lukken. En als het lukt, dan is het natuurlijk weer mooi meegenomen. Maar uh, verwacht geen uh, 10.000 goede video's uh, per week of zo. Dat moet je echt niet van mij verwachten. Uh, sommige commentaries zijn wat slechter. Sommige, sommige commentaries zijn wat goeier. Wat wat Wat, goe, je, wat goe... Goed nedergans praatst ik toch weer, of niet, jongens. Nee nou, ja, even een. Um... A, B, N gaan praten. Even kijken, maar ja, je ziet wel, ze eten de, de blondetjes, zo gauw als ze uit spawn komen. Dus dat willen dat, dat, dat we in principe. En uh, ja, want dit level heb je ook niks aan de monkey ace bakken neer. Het is echt een redelijk moeilijk level, omdat je maar een paar towers kunt gebruiken. Gewoon towers met range. Niet meer, niet minder. Wat ik nou ook ga doen, is ik denk wel dat ik hier een glue gunner ga plaatsen. Puur om het feit, glue gunners zijn handig. Je kunt me nog meer vertellen, maar ze zijn handig. Nou, ik denk dat ik ze hier plaats, want hier wil ik echt een. Um... Supermonkey denk ik. Moet ik even kijken. Maar, um, ja, ik wil deze even naar de of Blue hebben, denk ik. En dan zal ik wel um, even wat Bananiforms gaan plaatsen. Want op dit level wil je gewoon zoveel mogelijk towers hebben. Omdat wel de MOAB's zijn wel lastig. Maar het voordeel is wel, ze kunnen wel van alle kanten worden geraakt. Dus dat is wel weer een voordeel. Maar, uh, ja, nu moet ik echt even Bananiforms gaan planten. Want anders dan hebben we niet genoeg geld voor de MOAB Maulers of eventueel Assassin's. Dus um, ja, het voelt echt heel goed om Bloodstad Fans 5 commentaries te maken. Jullie zullen waarschijnlijk op Shadow Games 23. Als jullie naar mijn videolijst kijken, zoiets van hebben. Ja, er zitten nog een paar video's tussen. Maar er zit gewoon iets van drie weken tussen mijn laatste Bloodstad Fans 5 commentary. En um, ja, ik vind het gewoon leuk om dat gewoon weer te doen. Hè. Zo, Bloodstads 5 is gewoon een game. Gewoon. Oh, ik, misschien vinden jullie het helemaal niet leuk. Maar ik vind de commentaries van Bloodstad 5 altijd enorm leuk om naar te kijken. Dus al maak ik ze voor mijzelf. Het maakt mij niet uit. Ik weet dat sommige mensen ongeveer 50% van Shadow Games 23 kijken naar. En vinden het leuk. En uh, dat waardeer ik echt enorm. Ik kan niet uh, uh, video's gaan uploaden die iedereen altijd leuk vindt. Als ik later wat groter ga worden, dan komt er ook meer, uh, ja, ja, frariditeit of nou ja, ver verandering. Jezus. Komt er ook meer, um, uh, ja, content op mijn kanaal? Wat verschillende, zo en zo. Dus ja, en dat, dat vindt niet iedereen leuk. En dat is gewoon bij een game kanaal. Je kunt het gewoon niet um, iedereen, ja, gelukkig maken. Er zijn altijd wel playthroughs die iemand anders dan wel weer leuk vindt. Als je op een game kanaal abonneert, dan is er altijd wel een uh, game. Ja, serie die jij echt gewoon leuk vindt. En um, ja, ik heb net deze even geüpgraded naar uh, Enchanted Eyesight. Want wel, er kwam een Campbell Balloon langs en daar baal ik van. Maar oké, okay. ik koop die even en die. Maar goed, jongens, ik wil er nog even van jullie gaan over hebben. Over de likes van Bloodshout Defense 5. En ook de comments. Want Bloodshout Defense 5 krijg ik redelijk veel views, dat moet ik wel toegeven. Het is mijn op één na beste serie van mijn kanaal. Het is ook de op 1 na beste. Het is ook een van de uh, enige series op mijn kanaal. Dat wou ik zeggen, maar. Um... Ja, het is dus best wel lastig om uh, Bloodstorm Fans 5 video's te maken zonder echt support. Dus wat ik gewoon graag van jullie zou willen is: als jullie de video hebben gekeken, vinden jullie hem leuk? Jullie hoeven niet uh, per se te liken als jullie meer willen zien. Gewoon like als je hem leuk vindt. Geld bij al mijn video's geld. Ik zeg het ook voor als jullie naar andere kanalen gaan. Like en comment. Als je de video leuk vond, zeg gewoon leuk in de comments. Gewoon doe het. Je helpt de uh, maker van de video's echt enorm mee. En mij dus ook. Even kijken, kan ik deze al? Nee, nog niet. Ik kan hem bijna, want ik heb hem echt nodig, jongens. Want je ziet, al, ze komen er enorm door. En dat willen we niet. Dus ja, even kijken. Huppakee. Zo, nou gaat het dus ook makkelijker worden. Oh my god, right on time. Oh Mijn god, ik moet echt ondernemen. Um, laat ik maar even wat bomtaus kopen. Even kijken, ik zet er hier een neer. Um, en je wilt ze upgraden naar clusterbom. Het klinkt misschien heel faal, wat ik nou gezegd. zeggen. Maar je wilt ze upgraden naar clusterbom. Oh jezus, oh jezus. Hup, 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 hup. Upgrade al de Dark Monkeys goed zo. Zo, nou, dat schiet tenminste op. Even kijken, hier wilt ze dus allemaal op gaan creëren naar... Um, ja, naar links, zeg maar, de bom Want wel, clusterbomb doet echt veel damage. Het is misschien nog wel beter dan moab maller. Tenzij je natuurlijk puur de gebruikt voor moabs. Maar zet hem altijd naar strong, want dat is altijd handig. Dus, um, ja, kijk, op dit punt wil je naar deze kant op gaan creëren Want wel, deze is gewoon verspillig van geld. Dus, um, ja, dan wil je gewoon naar deze. En dan wel... Als je, als je dit kanon hebt, ik weet niet precies... Volgens mij twee keer naar rechts en drie keer naar links. Ik weet niet... Ja, vier keer. Ik, ik weet het niet. Um, ja. Twee keer naar links. Of, uh, ja, twee keer naar rechts. Mijn god. En drie keer naar links. Ja, ja, ja. Mijn god. Even kijken. Zo. Um, je wilt gewoon nog even de touw gaan plaatsen. Gewoon voor de sake of it. Even kijken. Hier wil je dus zometeen geen bouwen. Want daar wil je je supermankie neerzetten. En daarachter wil je uiteindelijk een, um, een monkey village neerzetten. Want hier komen je meeste touw's. Dus ja. En dan zijn ook op dit moment die meeste touws Even kijken goed. Um, nu moet ik nog even een extra farm hebben. Want het gaat niet zo heel goed. Dus ik koop er gewoon nog even één beetje voor good mesher. Kijk eens even een extra farm. Oké, okay. kan ik er nog een kopen? Ik denk het wel. We hebben redelijk wat speling over. Dus. Ja, dan kun je maar beter gewoon inkopen. Um, puur om het feit wel, als je het later slecht krijgt en je hebt geld nodig, dan ga je balen. Had ik die beneden van de man gekocht. Dus uh, je hebt nooit meer dan vier vorms nodig. Misschien in de hard modus, maar de normal modus hangt er een beetje vanaf welk level je speelt. Maar uh, oké, okay, we gaan nu sparen voor onze supermankie Want die willen wij echt hebben. Dus uh, ja. En daarna gaan we denk ik sparen voor onze uh, um, um, ding. Um, Monkey Village, ja, Monkey Village. Dus even kijken. Zo, nou ja, je ziet wel, de Super Monkey doet zijn werk enorm goed. En um, ja, je wilt de Super Monkey niet gaan upgraden, want uiteindelijk haal je minimaal wat 2000 euro uh, korter op je Super Monkey. Als je, tenminste, de dingen hier plaatst. Even kijken. Ehm. Um... Uh, ja, zo, dan hebben we alleen deze touwen er profijt van. En dat vind ik ook wel prima. Even kijken. crisis attack. Ja, is goed. Jingle drums, huppieke, dat willen we. Want dan vallen alle touwen sneller aan. En dat is heel handig voor de clusterbom. Want clusterbom hebben dus meer uh, ja, bomfragmenten, zal ik maar even zeggen. En die maken ze dus ook sneller dood. En die schieten ook meer, dus het is gewoon beter. En zo, heb die kopen. Zie je hoe, hoe, ja, hoe de prijzen dalen als je dat monkje naar naast naar supermonkje plaatst. Even kijken. Ik geef nog even meer range zodat die dit hele trekker raken. Dat is echt enorm handig even kijken, dat is echt een voordeel op dit level. Bij de superman. je hebt zoveel range. Dus, ehm. Um, ja, misschien zet ik er hier straks ook nog wel één in, moet ik even kijken. Maar, um, ja, ik wil eerst even deze upgrade hebben: Plasma Blast. Want die is gewoon enorm handig. Oh, kijk, we hebben hem al, mooi. even kijken. Goed, ehm. Um, nou, dan. Ehm, um, Bom, bom, bom. Kunnen we nog iets, iets, iets doen? Kunnen we nogal een supermarkt plaatsen? Oh mijn god, we hebben amper geld. Um, ik denk dat ik nog even een extra tower op iedere hoek neerzet. Gewoon. Voor de sake afwet. Gewoon om zeker te zijn, want ik wil geen gezeik aan mijn kont. Dus uh, kijk even de moab al. Zie je hoe snel die wordt geïnterkilled door de. Ehm. Um, ja, boptowers, zou ik maar even zeggen. Het zijn eerder. Bomb towers. Nou, cluster bomb towers dus. Maar, um, Ja, ze nog gewoon meer damage op dit soort. Ja, track, zeg maar. Omdat het gewoon. 360 raken met die clusterbommen. dat is gewoon echt een enorm vol op dit level. Even kijken. Die en die. kijken. Kijk eens even. Vier towers, Vier dark monkeys. Eén super monkey met plasma blast. En een monkey village. Dus uh, ja, vier bedende farms natuurlijk. Vergeet de bedende farms niet. Even kijken. Ik merk wel dat ik nog erg terug moet komen weer. Omdat ik een week geen uh, commentaries heb gemaakt. Dus ja. Dus snif. Ah, oh, verdorie jongens. Misschien komt het gewoon door het stof. Ik weet het niet. Het boeit me niet. Um, kun je eigenlijk gewoon verkouden? Dan krijg je door stof op je kamer. Ik weet het niet. Misschien. Ehm, um, ik denk toch dat de Bob Towers meer damage doen. Gewoon omdat het is close range. En we hebben al een Dus daar hoeven we ons absoluut geen zorgen over te maken. Bloon impact. Ik weet het niet. Towers become so fine and bloons become stunned for a shot. Verspilling van geld. Ik zeg het je. Even kijken, die en die. En die en die en die. Kijk eens even, huppakee. Zes bombtowers, of nou ja, towers. hè. Zie eens even, huppakee. Al die explosies, het is gewoon gorgeous. Dus even kijken. Um, we kunnen nog een extra je Weet je wat, ik doe er gewoon in hier. Gewoon voor de sake vet. Even kijken, meer range geven. Sony helpt hier ook mee. Sony maakt de mol ups straks helemaal geen kans op. Want we krijgen wel last van twee mol ups Dus daar wil je altijd rekening mee houden, jongens. Welke levels hebben zijn. Oh, laatste level alweer. Jee. Yeah. Eens even kijken. Kom op, ik wil die, ik wil die. Zo, kijk eens even, zo. Kijk, je ziet wel, nou komt de... Oh, oké, okay, nou leuk. en Normaal komen de moraps altijd samen, nee, Maar goed, dit was Shadow Games 23 voor vandaag, jongens. Ik ga jullie vragen om even een like achter te laten als je die episode leuk vond. Ik ga niet meer vragen om likes achter te laten als je meer wilt zien. Gewoon als je hem leuk vond, want het is like, dus leuk. Daar staat die hele like ook voor. Dus ja, tot de volgende keer, bedankt voor het kijken. Volg mij op Twitter, jongens. Er staat altijd een link hieronder in de beschrijving of in beeld. Ik moet nog even kijken wat ik daarmee doe, het is wel een hoopend werk natuurlijk. Maar uh, ik zie wel. Maar goed, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Later mensen.